Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in Oude Willem bij de Hoeve aan de Wegloop. Deze heb ik vorig jaar ook al een keer gelopen. En wij gaan vandaag de 7,6 kilometer doen. Ik heb er heel veel zin in en kom maar mee naar de start. Oh.
Nou, we hebben al een heerlijke kopje water erbij. En ja, we gaan door het bos heen op dit moment. We hebben er ook nog maar 1,5 kilometer op zitten. Dus we mogen nog even. Zo, ik laat er even een paar voorbij gaan. Misschien halen we die zo nog wel weer in. Zit je nou aan de koffie? Ik zit nou wel aan de koffie, meneer. Ja. Het is wel heel lichte koffie dan, maar ja, niks aan te doen. Wij spreken elkaar straks weer. We gaan even lekker deze bostocht afmaken. Ik zeg tot straks, jongens.
Nou, blijkbaar kan het niet altijd goed gaan. We zijn weer flink omgedonderd. Over de takken heen. In het bos. Ik zie er niet uit. Maar we zijn natuurlijk niet te stoppen. Ik ga weer lekker door. Bloed niks. Tot straks.
met vallen en opstaan hebben we de ronde 1 gehaald. Wij hebben nog één rondetje te gaan. Ach ja, klein beetje gewond. Maar dat doet ons geen kwaad natuurlijk. Wij zijn echte sporters. Wij kunnen dat aan. Het is wel een lekkere pittige run. Want we moeten flink door het modder heen. Vandaar dat ik ook struikelde. Als mensen nog even terug willen kijken. Precies op de 2 kilometer, jongens. Precies op de 2 kilometer. Spoel maar even terug. En we hebben nu 3,7 gedaan. Volgens mij is het ongeveer 7,5. Want ik denk dat wij hetzelfde routetje nog een keer mogen doen. Ik zie jullie straks weer. Ik ga proberen om deze laatste 3,8 kilometer nog eventjes wat mensjes in te halen. Als ik langer doorloop, gaat me dat natuurlijk niet lukken. Ik zeg tot zo, jongens. Tot zo.
Nou, we zitten nu op de 5 kilometer. En ik heb het idee dat ik toch een heuse knieblessure heb opgelopen naar die val van net. Het knietje hinkt aardig. Het zit behoorlijk op slot. Dat we dat nou niet net krijgen nu die wedstrijdjes weer beginnen. En dat wij gewoon weer 2 maanden wat hebben en niks kunnen doen. Dat komt natuurlijk niet ten goede van het kanaal. Vergeet trouwens niet, jongens. Subscribe, like deze video en druk op het belletje. Heel erg belangrijk. Ja, wij moeten nu nog ongeveer 2,5 kilometer verder. Gelukkig rent er nog wat achter mij. En ik had het idee dat ik het vandaag als laatste ging doen. Na al die gekke perikelen en al die bloeduitstortingen over mijn lichaam. Ik kan niet wachten wat voor biertje straks voor mij klaar staat. Het zal wel weer een hartstikke heerlijk lekker biertje staan. Ik zal eerst even genieten van het glaasje water. En dank u wel, meneer. Nou, wat me toch nog een beetje succes gewenst. Ik heb wel weer genoeg geluld. We gaan deze laatste kilometers nog even doen. En dan zien we thuis wel weer hoe extreem gewond we zijn. Het zal vast ook wel meevallen. Het doet alleen vreselijk zeer op dit moment. Nou, jongens, ik plak hem nog even op. En dan gaan we weer rennen. Tot straks. Who's dancing?
Volgens mij gebeurt het hier ergens. De val. Even voorzichtig lopen. Ja, je weet het maar nooit. Je ziet al heel veel topsporters voorbij komen. Goede vriend Chris kwam me net al even groeten. Die doet mee met de nationaal kampioenschappen hardlopen voor senioren. Hele flatte kerel is dat. Die rent, zij de 10 doet en ik de 7,5. Nou, rent hij me zo voorbij richting het eind. Nou ja, nu is dat ook niet zo raar. Volgens mij heeft iedereen mij voorbij gerend. Valt nog mee, zie ik. Maar ja, lopen gaat niet zo hard meer. Het knietje stokt. Niks aan te doen. Wij hopen dat hij over 2 dagen weer helemaal heel is. Want dan ga ik trainen voor de 12,5. De Nemesis tunnelloop in Hoekse Waard, of all places. Dat ligt tegen Zeeland aan. Tegen 1,5 uur lopen. En dan 2,5 uur in de auto heen. 2,5 uur in de auto terug. 5 uur rijden. 1,5 uur lopen. Je moet het over hebben voor je kanaal. Nou ja. Komen steeds meer mensen aanrennen. Ik ga die laatste kilometer nog even doen. En we zien elkaar bij de finish. Voor een lekker koud pilsje. En welverdiende rust. Ik zeg tot straks, jongens.
Gelukt! Ja, die jongen, grote lach. K.O. Knock-out. Nou, dat was hem weer. De hoeve aan de wegloop. Dit is de tweede keer dat ik deze run doe. Ik heb hem vorig jaar heb ik de 10 kilometer gedaan. Nou ja, nu omdat ik net weer een beetje begin. Ik denk, ik begin even met de 7,5. Hij was pittig genoeg, zoals je ziet. Armpje mooi zwart. Volgens mij heb ik een knietje half uit de kom.
het liep niet meer lekker de laatste 5 kilometer. Niks aan te doen, even weer een weekje herstellen. En dan gaan we alweer naar Hoeksewaard, naar de Nemesis tunnelloop als het goed is. 2,5 uur heen, 2,5 uur terug, 1,5 uur rennen. Nou, jongens, vergeet niet. Even subscriben, abonneren, druk even op de like button en druk even op het belletje. Wij gaan weer beginnen met ons speciaal biertje. Dit is een Insel Kreide. Volgens mij is dit weer een Pools biertje. Even kijken of er nog wat interessants op staat. Nou, nee. Heel veel Duits. Het 5,6% valt mee. Het is te doen. Wij gaan het dopje er even afpulken. En we gaan eens eventjes heerlijk genieten. Hij plopt leuk. Ik zal hem even goed laten zien. Insel Kraude. Ergens bij de Poolse winkel opgehaald. Nou jongens, proost. Geniet nog even van de dag of van de avond. Ik weet niet wanneer jullie de video kijken. Ik ga nog even genieten van dit nastukje rennen. Oh, lekker fris. En van dit heerlijke biertje. Tot volgende week.